Vandaag laat ik jullie weer een dubbele pagina zien in mijn art journal met het thema Senta. Geïnspireerd op de Senta's stempels ga ik een schilderijtje maken van het rendier. En ik gebruik ook de stempels zelf van Senta 2. Als achtergrond gebruik ik ook nog de stencils van de boom deze keer. Nou, ik begin op de canvaspagina een opzet met potlood. Dan geef ik aan met de cadens waar de sneeuw moet komen. Ik begin met bruin inschilderen en daarna geef ik met een lichtere kleur de accenten aan voor de lichtinval. De donkere kleur voor de schaduw. En dit geheel blend ik dan samen, net als de verf nog nat is. Blauwe accent voor de sneeuw. En met de structuurpasta maak ik een beetje de sneeuw na. De linkerpagina is een gewoon papieren pagina. Die maak ik ongeveer in dezelfde kleur als het canvas. En het stencil gebruik ik voor de achtergrond. Dan stempel ik daarop de rendiertjes, de slee en ook weer het rendiertje met de sneeuw op zijn hoofd. Ook dat krijgt een beetje contrast. Hierbij het eindresultaat. Rendiertjes met sneeuw op de neus en op het hoofd. Een klein beetje accentjes van de rendieren en de kerstman erachter. Dan is dat de linkerpagina, dus gewoon papier. En rechts de canvaspagina. Met de structuurpasta als sneeuw. En het rendier ingeschild met de Delusion verf. Hartelijk dank voor het kijken. Ik hoop jullie te inspireren. En graag tot een volgende keer.